Ik heb een afspraak gemaakt om me te laten testen vandaag. Dit keer is het met upcoming talenten. En ik voel me ontzettend vereerd dat ik er daar één van mag zijn. Oké, ik had gewoon een hele gezellige jongen waar ik gewoon eventjes mee aan het kletsen was. Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ja, we zijn er weer met een nieuwe weekvlog. Ja, ik heb vakantie deze week en dat is heel fijn, want ik heb die tijd ook echt nodig van deze vakantie. Want vanochtend is er iets bekendgemaakt waar ik echt super super excited over ben. En dat is namelijk dat ik mee mag doen in het online musical concert Stars from the House. Dit is inmiddels al de 5e editie en dit keer is het met upcoming talenten en ik voel me ontzettend vereerd dat ik er daar één van mag zijn. En deze week is de week dat ik daar alles voor ga opnemen, dus ik ga deze week heel veel nummers inzingen voor dat concert. En ja, dus daarom ben ik heel erg blij dat ik nu vakantie heb, want dan heb ik daar genoeg tijd voor. Ik ga vandaag de eerste dingen proberen in te zingen, dus ik ga vanmiddag naar mijn vaders kantoor en dan ga ik daar lekker inzingen. Het online concert zal te zien zijn van 4 tot en met 7 maart. En het lijkt me echt ontzettend leuk als jullie allemaal komen kijken. De kaartjes zijn te koop vanaf €10,50. En het leuke is dat de opbrengst van de kaarten ook deels naar ons als artiesten gaan. Wat in deze tijd natuurlijk meer dan welkom is. Dus nou ja, het is dus ook een manier om mij en mijn mede-collega's te steunen. En dat zou ik ontzettend leuk vinden. En natuurlijk lijkt het me ook gewoon heel leuk als jullie gewoon kijken. Omdat, ja, ik weet niet, hier op YouTube laat ik ook niet heel vaak zien wat ik bijvoorbeeld allemaal leer op school. En hoe vaak ik zing en zo. Dus het is misschien voor jullie ook een leuke manier om een keertje, ja, mee te kijken naar waar ik nu sta, zeg maar. Dus ik zal een linkje in de beschrijving zetten waar je de kaartjes kan kopen. Het lijkt me in ieder geval ontzettend leuk. Het is dus gewoon online en je kan zelf beslissen wanneer je het gaat kijken. Dus je zit niet aan een vaste tijd vast. Als je de kaartjes koopt, krijg je een linkje toegestuurd en die kan je gewoon bekijken wanneer je zelf wil. Dus dat is heel erg fijn. Dat wilde ik even laten weten. En ja, nu ga ik nog heel even Netflixen, want ik heb mijn serie over 20 minuutjes afgekeken. Ik kijk nu de serie Somewhere Between. Ik heb gisteravond en vandaag nummers ingezongen. En ik ben nu bijna klaar. Ik moet nog één nummer inzingen. Maar ik moet daar even wachten op een andere stem. Want anders kan ik het niet inzingen. Dus ja, ik ben blij dat ik het in 2 dagen gefixt heb. Dit is dus voor dat Stars from the House. Ik ga jullie natuurlijk niet vertellen wat ik ga zingen. Want ik hoop natuurlijk dat jullie allemaal komen kijken. En ja, ik denk wel dat het heel erg mooi gaat worden. Ik moet zeggen, als je zo die dingen gaat opnemen, dan ben je wel heel perfectionistisch hoor. Ik merk gewoon heel erg dat ik gewoon elke keer niet tevreden ben. Maar ik heb het nu losgelaten. Dat wat ik nu heb, dat wordt het gewoon. Want het is nooit perfect. Dus ja, ik ben er denk ik gewoon heel erg blij mee. En ik hoop dat jullie allemaal gaan kijken. Dus check vooral even de link in de beschrijving. En koop je kaartje. Zou ik echt heel erg leuk vinden. Dus ja, ik ga nu alles afsluiten. En dan ga ik lekker naar huis. Hoe heet het? Het is inmiddels 3:30 geweest. En ik ben hier alweer sinds 11:00 ochtends of zo. Dus ik ben lang bezig geweest. Nou, oké. Ik heb weer de dag van mijn leven, maar niet heus. Ik heb een afspraak gemaakt om me te laten testen vandaag. Ik denk niet dat ik het heb, maar ik ben gewoon iemand. Als ik iets voel, dan ga ik me gewoon laten testen. En ik heb gewoon een beetje last van een hoesje. Het is niet constant, maar toch wel genoeg dat ik denk, laat ik er gewoon even naar kijken. Want het is ook meer dat ik ja, ik weet niet. Ik wil dan gewoon even zeker weten dat het negatief is. Ook voor de mensen om me heen, snap je? Dus ja, kijk, ik ga er niet van uit dat ik positief getest word.
laten we het hopen. Maar ja, toch denk je altijd, oh, misschien ben ik wel net diegene die met heel weinig klachten of zelfs geen klachten positief wordt getest. Want dat gebeurt gewoon. Dus ja, en nu die snot trouwens, die snotneus die je nu hoort, die komt dus door de kat. Want ik heb weer uitgebreid met haar lopen knuffelen. En dat moet ik gewoon niet doen, want ik ben hartstikke allergisch. Maar dan kan ik dat gewoon niet aan. Want ik bedoel, kijk nou. Dat is toch gewoon te lief. I can't. Het nadeel daarvan is dus dat ik dan wel weer loop te snotteren voor mijn leven. Niezen en ja, snot. Dus dat is heel vervelend. Maar goed, voor dat hoesje ga ik me dus even laten testen vandaag. En ik heb er echt geen zin in, want dit wordt al de derde of vierde keer dat ik me laat testen. En ik heb er echt geen zin in. Ik vind gewoon, in mijn neus vind ik niet zo erg. Ook al weet ik nog van de vorige keer dat die wel heel pijnlijk was. Maar ik vind mijn neus niet zo erg. Maar ik vind mijn keel gewoon heel kut. Omdat ik gewoon, ik weet niet, ik heb gewoon, als het stokje in mijn keel gaat, dan houdt mijn tong het gewoon heel erg tegen. Waardoor ze dus eigenlijk niet makkelijk achter in mijn keel kunnen komen. Dus die neus die vind ik eigenlijk wel prima. Maar in mijn keel vind ik het echt verschrikkelijk. Dus ja, en ik ga nog een angst overwinnen, want ik ga ook met de auto. En het is heel gek, want ik ben eigenlijk helemaal niet meer bang om in de auto te rijden. Want ja, ik had het aan het begin wel toen ik net mijn rijbewijs had. Maar nu ja, ga ik in principe gewoon zo de auto in en ergens heen. Maar op de een of andere manier vind ik naar die teststraat rijden, vind ik nu gewoon echt doodeng. Het slaat echt helemaal nergens op, maar ja, het is wel zo. Ik weet niet of mensen dat herkennen, maar ik ben daar denk ik nu nog het meest zenuwachtig voor. Gewoon voor het feit dat ik in die auto moet. Ja, echt erg. Welkom in het Red Light District. Dat is beter, dan kunnen jullie me zien. Oké. Ik heb jullie helemaal geen update meer gegeven, maar ik heb me dus vanmiddag laten testen. En dat ging goed. Met de auto ging het ook goed. Het was een heel avontuur, maar het ging hartstikke goed. En de test, ja, ik vind het nooit fijn. Ik had wel een leuke jongen die het sokje eventjes in mij. Oké. Het klinkt heel fout. Oké. Ik had gewoon een hele gezellige jongen waar ik gewoon eventjes mee aan het kletsen was. Ook. En nou, dat was wel fijn. Die kon me wel op mijn gemak stellen. Ik zou het heel raar vinden als ik nu corona zou hebben, maar het is wel mogelijk, weet je. Ik ben toch wel best wel aan het hoesten. Dus dat is wel even kut. Dat is überhaupt gewoon kut, of ik nou corona heb of niet. Maar ik ga er niet vanuit dat ik het heb, want ik denk dat je dan wel een stuk zieker bent. Maar goed, you never know. En ik ben weer de hele dag bezig geweest met dingen opnemen en editen en weet ik het wat. Ik ben dus nu in totaal maandag, dinsdag, woensdag en vandaag bezig geweest met nummers inzingen. En ik zal je vertellen, het was heel leuk, maar ik ben er nu wel klaar mee. En ik moet nu dit weekend nog de video gaan opnemen. Dus ik moet van 4 nummers een video erbij gaan maken. Dat wordt in principe gewoon heel simpel opnemen hoor. Het is niet dat ik er een hele videoclip van moet maken, maar alsnog, ja, vind ik dat wel nog even een dingetje. Maar goed, dan is het klaar. Morgen is het alweer vrijdag. En ik ga zaterdag weer terug naar Tilburg. Dus deze vakantie is niet normaal snel gegaan. Ik heb het ook gewoon heel druk gehad. Dus ik ga morgen ook gewoon echt eventjes lekker gewoon eerst uitslapen. Dan ga ik lekker op de bank zitten. Dan ga ik denk ik de hele dag lekker Netflixen. En chillen. En misschien wel eventjes roostertjes maken voor school. En dan is dat het gewoon. Want ik heb het gevoel dat ik alleen maar dingen heb gedaan. Wat helemaal oké is. Maar ik ga nog even genieten van de 2 laatste dagen. En dan ga ik gewoon lekker chillen. Dus ja, het is eigenlijk heel erg. Dat kan ik lager ben. Want ik heb 600 lockdowns gehad. Dus ik kan eigenlijk echt niet zeuren dat ik niet genoeg rust heb gehad. Want dat heb ik zeker wel. Maar in deze tijd is rust altijd meer dan welkom. Maar goed, ik ben weer veel te lang aan het praten. Ik ga nu naar bed en ik spreek jullie morgen. Hallo allemaal, het is vandaag vrijdag. Wow, het is alweer vrijdag. Oké. Ik ga heel eventjes naar mijn oma toe, want daar ben ik al een tijdje niet geweest. Dus ik ga daar nu even heen fietsen. Ik hoop dat ze thuis is, want anders fiets ik voor niks. Maar
We gaan het zien. Dat is trouwens gelijk het bericht dat ik negatief getest ben op corona. Dus dan weet ik in ieder geval ook dat ik mijn oma sowieso nergens mee kan besmetten nu. Dus ja, en het gaat ook alweer beter met mijn hoest. Dus ik weet het niet. Ik denk dat ik gisteren gewoon een beetje een irritatie had in mijn keel. Maar goed, ik ben getest. En dan weten we het in ieder geval zeker. Dus ik ga nu even naar oma. Oké, ik ga heel even een stukje vloggen met mijn telefoon. Want allebei mijn camera's zitten in de oplader. Jongens. Het is zo ontzettend mooi weer. Dat kunnen jullie wel zien. Ik zit nu in mijn raam. Met de deur open. Lekker in het zonnetje. En oh. Ik ben trouwens in Tilburg. Dat is misschien ook wel goed om te zeggen. Want dat heb ik nog niet gedaan. Maar ik ben terug in Tilburg. En dit is toch gewoon... Dit is gewoon waarom ik wilde verhuizen. Ik kan nu gewoon... In het zonnetje zitten, in mijn kamer. Oh, ik vind het zo chill. Ik denk echt dat als het mooi weer... Nou, het is nu ook. Maar ik bedoel, als het echt weer zomer wordt. Dat ik hier zo vaak zit. Ik denk ook dat ik vaak buiten ben. Maar ik heb meestal dat ik echt niet kan wachten tot ik in de zon kan zitten. Dus dan kan ik gewoon als ik wakker word... Lekker ontbijten in het zonnetje. Nou, echt... Ik kan me echt niet gelukkiger maken. Maar goed, ik ben nu dus lekker hier in het raam nu een boek aan het lezen. Ik ben de hele middag bezig geweest met opnemen voor Stars from the House. En ik ben nog niet klaar, want ik ga het opnieuw doen. Ik verklaar mezelf echt voor gek, maar ik was gewoon niet tevreden met de beelden die ik had gemaakt. Ik vond gewoon dat het te dicht bij de camera stond. En ja, ik wil wel gewoon dat het... Als het op YouTube komt, dat ik er wel tevreden over ben. En niet dat ik alleen maar denk, oh, had ik het maar anders gefilmd. Dus ik ga het opnieuw filmen. Maar nu zitten allebei mijn camera's in de oplader, omdat die leeg waren van het filmen. Dus nou, ik ga straks een nieuwe poging doen. Waar ik echt geen zin in heb, want het duurde zo lang met die twee nummers alleen al om het te filmen. Maar ik ga nu gewoon echt even full focus dan. En dan hoop ik gewoon dat ik in één keer gewoon de goede opname heb. Of twee keer hooguit. Maar nu heb ik het soms echt wel 3 of 4 keer gefilmd. En dan ben je gewoon te lang bezig. Ik ben gewoon nu al zo moe en ik moet nog opnieuw alles filmen. Maar ik kan het ook altijd nog verspreiden over vandaag en morgen. Zolang ik gewoon dezelfde make-up op heb. En mijn haar hetzelfde is niet zo erg. Dus ja, het is wat. Maar ik hoop dat ik het vandaag afkrijg.